Ik sta hier op de Afsluitdijk en ik ben net terug van een bliksembezoek aan Terschelling. En op Terschelling mocht ik vanmorgen van gedachten wisselen met het directieteam van een ambitieuze internationale handelsorganisatie. Een bedrijf dat meer dan 100 jaar bestaat, 250 miljoen euro omzet, actief in 75 landen. Het gaat goed, het is gezond, het bedrijf groeit. Waarom zou je dan in de ochtend bij elkaar gaan zitten en praten over fouten? Fouten van jezelf en fouten van anderen. Het is heel simpel, omdat ze willen leren. Ze willen blijven groeien, ze willen blijven ontwikkelen. Ze hebben wel ambitieus, ook internationaal. Ze hebben veel te doen. En dat willen ze doen door te luisteren naar hun klanten. Want juist de klanten wijzen hen de weg, de richting op weg naar groei. En weet je wat nou het mooiste is? Daar leer ik ook weer van. Geniet van je weekend.